Dag Anton. Dag Hans. We hebben elkaar dagelijks een uurtje of twee aan de lijn en wij begrijpen elkaar helemaal. Maar we dachten, we maken eens een filmpje om de mensen uit te leggen wat wij nou precies bedoelen met duurzame inzetbaarheid in combinatie met e-learning. Nou, het antwoord is heel makkelijk gegeven. Zonder e-learning is er geen duurzame inzetbaarheid. Nou, ik denk in ieder geval niet tegen lage kosten. Ja, maar zelfs als je de kosten buiten beschouwing laat, is het gewoon niet te doen. Ik bedoel, als jij een bedrijf hebt van 250 medewerkers en die mensen moet je dus gaan scholen, dan is dat dus niet meer uitvoerbaar. Als je de kosten helemaal buiten schot laat, dat zou dus betekenen dat je dus 250 medewerkers een individueel, want daar praat je dan over, een individueel scholingspakket moet aanbieden, ja, over een bepaald onderwerp. Ja. Nou, realiseer dat maar. Dat komt nog bij, Anton, dat je dan die mensen een cursus moet geven voor ergens in de toekomst, terwijl je niet weet wat de toekomst brengt. Terwijl juist e-learning heel geschikt is door de breedte aan onderwerpen die je aan kan bieden, om een verbredingstraject te bieden. Ja. En dus het leiding geven voor een stratenmaker waarvan je al ziet als bedrijf dus dat hij de jongens in de groep met zich meetrekt. Dus dat je die alvast voorbereidt op als het straks fysiek niet meer gaat om een leidinggevende functie te creëren. Je komt nou op mijn stokpaardje terecht. En mijn stokpaardje is dat ik het nog steeds zonde vind dat heel veel Nederlandse bedrijven dus kennis aan het vernietigen zijn. Als je ziet de hoeveelheid kennis die mensen gewoon in huis hebben en die eigenlijk er niet uitkomt. Vanwege het feit als je gaat doorvragen bij die mensen dat ze zeggen ja, ik heb het me in de praktijk geleerd. Maar ik mis eigenlijk de theoretische onderbouw. Nou, de volgende vraag is geef het dan door aan je collega. Dus dat kan niet, want ik heb het alleen in de praktijk geleerd. Dus als je dat kan aanvullen, kan je dus kennis actualiseren binnen je bedrijf. En dat wordt rendabel. Ja. Je bedoelt nu op het concept wat we hebben neergezet, MKB werkplek leren. Ja? Ja, ik ben wat ouder, dat weet je. En een van de dingen die ik altijd geleerd heb, is dat toen ik begon in de farmindustrie, dat ik werd junior product manager. Ja. Ja? En vanuit het junior product manager werd je begeleid door een senior. En die nam je werkelijk aan het handje mee. En die leerde je dus een aantal valkuilen te vermijden. En een aantal dingen leerde je die aan die je in je toekomst kon gebruiken. Dan werd je product manager en uiteindelijk werd je senior en dan ging je weer junior begeleiden. Wat had je nou binnen het bedrijf? Was een continuering van kennis. Die liep door. Het werd doorgegeven aan elkaar. Nou, en wat je dus nu ziet, die kennis wordt afgebroken, want niemand doet er wat mee. Ja, maar dat vind ik het leuke van MKB werkplek leren. Is het voorbeeld wat je noemt, zit toch de valkuil in dat mensen denken dus dat het gaat om een oudere die een jongere begeleidt. Nee, en dat vind ik het leuke van ons concept, is dat dat namelijk helemaal niet hoeft. Nee, nou, ik heb het voorbeeld genoemd van als ik Facebook iets mee wil doen, dat is eigenlijk van na mijn tijd, daar doe ik niet zoveel meer mee. Nou, dan kan ik beter een van mijn jongere mensen vragen en zeggen, Geert, help mij met het opzetten van een Facebookpagina. Die heeft het in 5 minuten voor elkaar en ik ben 3 dagen bezig en dan werkt het nog niet. Dus maak gebruik van mekaars kennis. Dat betekent dus eigenlijk dus dat iemand die een kunstje of een vaardigheid heeft, begeleidt iemand die dat nog moet leren. Ja? En leeftijd doet daar niks toe. Nee. En nu weer terug naar de duurzame inzetbaarheid. Dus dat betekent, als je met e-learning in combinatie met MKB werkplek leren, kan je het eigenlijk helemaal in je eigen bedrijf houden. Ja. Is het dan ook zo dus dat je met dit concept, hè, dus e-learning en begeleiding op de werkplek zelf, dat je daar mensen mee kan binden, denk je? Gewoon ook dus los van duurzame inzetbaarheid, dus dat je ook eigenlijk nu al rendementen van hebt. Ja, natuurlijk. Er zijn grote onderzoekingen geweest. Er heeft net nog een artikel in de NRC gestaan dat juist op een gegeven moment mensen een platform bieden waarop ze op een gegeven moment kunnen excelleren, waarin ze dus beter gaan functioneren, betekent uiteindelijk een binding van die mensen aan jouw bedrijf. Want het feit doet zich voor, naarmate dat je dus investeert in die medewerker, wordt zijn kennisniveau neemt toe. Dat zou je kunnen zeggen, dat is interessant voor de concurrent. Maar het is natuurlijk ook heel interessant voor jezelf. Want het feit dat ze werkzaamheden daarmee ook toenemen op een leuke wijze, hij raakt meer geïnteresseerd in zijn werk, bind je hem aan je bedrijf. Ja, nou heb je het over zeg maar, het effect van cursussen doen en de goodwill en die dat oplevert. Maar ik zit vooral te denken, mijn eerste reactie gaat altijd naar dus dat een e-learning of een hoeveelheid e-learning ook zo goed biedt om je eigen corporate identity erin te brengen. Je kleuren, je logo's, een certificaat. Ja. Dat is heel belangrijk. Een van de bindingen die je hebt met je bedrijf is dat goed te organiseren. Wij hebben vakopleidingen gegeven en een van die vakopleidingen was dat als je dus mensen op een gegeven moment een vakdiploma geeft, wat dus valt onder het label van de betreffende keten, dat de binding daarmee groter is, al was het alleen maar vanwege de vraag van ja, maar geldt het ook voor de totale branche? Ja, daar geldt het voor, dat stond alleen op het papier van die betreffende keten. En daarmee creëer je dus een stukje bescherming voor jezelf. Ja.
Hey, nou is onze slagzin, Anton, duurzame inzetbaarheid die rendeert vanaf dag 1. Wat, als je in één zin zou moeten zeggen wat wij daarmee bedoelen? Je investeert geld in een medewerker met als resultaat dat die medewerker een verhoogd kennisniveau heeft. En dat verhoogde kennisniveau gaat die toepassen binnen jouw bedrijf. Morgen al. Morgen al. Er is nog één dingetje wat we de mensen uit moeten leggen. Dat is dat wij ook claimen dat onze e-learning cursussen ook helpen tegen uitval. Zeg maar geschikt zijn voor uitvalpreventie en wellicht zelfs ziektepreventie. Ja. Ik denk dat dat de mensen nog niet helemaal duidelijk is. Nou, een van de dingen waarvan je ziet dat er dus heel weinig aandacht aan is, eigenlijk altijd aandacht achteraf, is als medewerkers op een gegeven moment in de problemen komen, om welke reden dan ook. Een aantal mooie voorbeelden zijn mantelzorg. Er komt een medewerker en die zegt van, mijn moeder is ernstig ziek, ik ga mantelzorg doen. Bekend. Ja? Nou, dan is dus het verhaal eigenlijk dat vaak financieel technisch nog wel op te zoeken is in allerlei boekjes van hoe gaan we daar dan mee om. Emotioneel zit er niks. Ja? Jij helpt jezelf en je helpt je medewerker door hem een cursus aan te bieden over mantelzorg. Waarom help je jezelf? Het geeft jou de ruimte en de tijd om te overdenken voor hoe je met dat verzoek omgaat. Ja? Buiten de financiële consequenties heeft het ook een stukje te maken met je maatschappelijke verantwoording. Wat ga ik nou doen met die betreffende medewerker? Die medewerker heeft een platform waarin hij zich kan oriënteren. Er staat niet alleen in de positieve dingen, maar mantelzorg is ook een belasting. Als je nou beide die cursus hebt gemaakt en je laat je medewerker over 14 dagen terugkomen, heb je een plan van aanpak? Heb je een platform waaruit je kan gaan praten? Ja, dus eigenlijk in plaats van het laten gebeuren, ga je door middel van kennisoverdracht en daarna het gesprek aan te gaan, ja. Probeer je dus die mantelzorg die op het privéleven van de medewerker komt, in te passen in de baan die ook te vervullen heeft. Ja, jouw actieve houding in dit verhaal betekent dus een aantal dingen. Het betekent een stukje veiligheid voor jezelf, want je weet waarover je praat. Het betekent een stukje betrokkenheid met je medewerker, waardoor ook een eventueel moeilijk gesprek achteraf makkelijker wordt. Ja, want je hebt laten zien dat je bereid bent om te investeren in je medewerker. Dus in zijn totaliteit heb je een veel betere grip op de situatie. Ja, nou hebben we het over mantelzorg. Ja. Maar we hebben veel meer cursussen. Ja. Arbo-gerelateerde cursussen noemen wij dat. Ja, dus omgaan met slaapproblemen, ook iets wat direct impact heeft op de werkvloer. Ja. Een cursus stoppen met roken, dat is voor de wat langere termijn. Maar ook een cursus rouw en verliesverwerking voor kinderen. Ja, maar dan heb je zo'n effect waarvan ik zeg, dat zou je dus mee moeten nemen. Hè? Het feit dat het paard doodgaat bij je dochter, heeft uiteindelijk ook impact op jou. Ja. Ja? En dat betekent, als je dus ook daar weer actief participeert als werkgever, dat je in ieder geval dat commitment naar jouw medewerker toe hebt. Maar die medewerker die zal dat commitment zonder meer ook aan jou teruggeven. Ik hoor het al, Anton. Ik denk, als mensen nog vragen hebben, dan moeten ze ons maar bellen. Telefoonnummer komt nu in beeld. Dan komen we graag de persoonlijke uitleg en meteen een toepassingsvoorbeeld binnen dat bedrijf geven. Oké. Graag gedaan, ja. En misschien tot ziens. Spreek je morgen weer. Oké, dag.